U kijkt naar een instructiefilmpje dat twee minuten duurt over hoe u iemand beoordeelt in het Scorion-e-portfolio. De reden dat u dit filmpje kijkt is waarschijnlijk omdat u binnenkort iemand gaat beoordelen in Scorion. Scorion is een digitaal platform waarmee de ontwikkeling van talent in beeld kan worden gebracht, mede op basis van beoordeling van derden. In dit filmpje bespreken we twee manieren van beoordelen. U beoordeelt samen met degene die u moet beoordelen of u doet dat alleen via de mail. In de eerste situatie vult de beoordeelde alleen of samen met u het formulier in. Zodra het gehele formulier is ingevuld, kunt u als beoordelaar het formulier afsluiten door op sluiten en valideren te klikken. U sluit dan het formulier definitief af met uw inlognaam en wachtwoord. Het kan daarna niet meer gewijzigd worden. Een tweede manier is dat u via de mail wordt uitgenodigd om iemand te beoordelen. U ontvangt dan een mail en klikt op de link Ga naar beoordeling. Sommige e-mailprogramma's blokkeren dit soort links. Het lijkt dan alsof de link niet werkt. In dat geval kopieert u de link die onderin de mail staat en plakt u deze in het adresvenster van uw webbrowser. U opent daarmee het formulier en kunt beginnen met invullen. Het kan zo zijn dat degene die u beoordeelt het formulier al voor heeft ingevuld. U hoeft dan alleen maar te kijken of u het eens bent met de beoordeling of zo hier en daar wijzigingen aan te brengen en u kunt het formulier gaan afsluiten. Ook in dit geval wordt het formulier definitief afgesloten door het invullen van uw inlognaam en wachtwoord. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van een korte instructiefilm over hoe u iemand beoordeelt in het Scorion-e-portfolio.